metal bestaat al meer dan 30 jaar op planeet Aarde en geeft kleur aan het leven van miljoenen fans. Hoewel deze muziek voornamelijk wordt geschreven door en voor volwassenen, bereikt de magie van metal ook veel kinderen. Veel mensen denken dat metal afkomstig is van deze planeet, geschreven door de voorouders van alle heavy muziekstijlen die we tegenwoordig kennen. In zekere zin is dit inderdaad gebeurd. Hun creativiteit werd echter beïnvloed door een onzichtbare kracht uit een andere dimensie. The Metal Dimension is een wereld waarin muziek letterlijk tot leven komt. Elke metal track geschreven op aarde komt tot leven in dit rijk. De liedjes transformeren in mysterieuze wezens, soms gevormd door de teksten, soms tot leven gewekt door de magie van muziek. Deze dimensie bestaat uit prachtige landschappen, gevuld met draken, tovenaars en allerlei wezens die we hebben leren kennen door naar onze geliefde metalmuziek te luisteren. Het is een plek waar verbeelding de kracht heeft om werkelijkheid te worden. De leider van de Metal Dimension heet Pico, the Spirit of Metal. Het is Pico's taak ervoor te zorgen dat zijn dimensie wordt voorzien van nieuwe metalmuziek. Alleen op die manier kunnen alle magische levensvormen in deze dimensie zich blijven ontwikkelen. Het is zijn taak om alle muzikanten op aarde te inspireren hun verbeeldingskracht te gebruiken voor het schrijven van metal. Dit is het genre waar fantasie geen grenzen kent. Er is echter een duistere kracht in aantocht om hier een einde aan te maken. En binnenkort zullen we het gezicht kennen achter dit ultieme gevaar. Alex en Lexi, een 11-jarige tweeling, kunnen na een lange schooldag niet wachten om terug naar huis te gaan. Eenmaal thuis stormen ze meteen de trap op naar hun repetitieruimte. Alex is gek op zijn gitaar en Lexi's passie is haar drumstel. Deze instrumenten bieden hen een bepaalde magie die ze niet kunnen vinden in videogames of in het rondhangen met vrienden. Hun kamer is bedekt met posters, stickers en vlaggen die hun helden uitbeelden. Oude en nieuwe metalbands verbergen het SpongeBob-hang waar ze ooit zo trots op waren. Alex en Lexi zijn al muzikanten zolang ze zich kunnen herinneren. Hoewel ze al geruime tijd in dit weeshuis wonen, denken ze nog vaak terug aan een verleden vol mysterie en avontuur. Een verleden dat uiteindelijk weer een deel van hun toekomst zal worden. The Metal Twins kunnen allerlei soorten muziek spelen. Toen ze echter werden gegrepen door de magie van metal, ontstond pas echt een onbreekbare band met hun instrumenten. Hun creativiteit en de composities die de tweeling maakt, kent geen grenzen. Ze sluiten hun ogen en bereiden zich voor op een epische metal jam. Deze zal echter anders verlopen dan normaal. Deze keer is het de muziek die hun lot zal bepalen. Als Lexi af wil tellen op haar hi-hat, is er geen enkel geluid te horen. Ze slaat harder, maar er gebeurt niets. Alex besluit zijn eerste akkoord aan te slaan, maar hij hoort geen gitaareffect. Hij zet zijn gitaarversterker aan en probeert het opnieuw. Zijn ze allebei tegelijkertijd doof geworden? Een nog groter mysterie openbaart zich wanneer de tweeling merkt dat de posters op de muren vervagen. Nu begint Lexi in paniek te raken. Ze realiseert zich dat deze vreemde gebeurtenissen alleen invloed hebben op hun instrumenten en op een dierbare metalcollectie. Wat is er aan de hand? Het raam vliegt open en de lucht kleurt rood. De tweeling raakt volledig in paniek. Ze vrezen voor hun veiligheid en duiken onder het bed. Een papieren vliegtuigje dat zich voortbeweegt op een notenbalk vliegt door het geopende raam naar binnen. Het botst tegen Alex zijn gitaarversterker aan en valt op de grond. Vol spanning ontvouwt Alex het vliegtuigje en kijkt ernaar. Op het papier staan gitaartabs. Deze moeten zijn geschreven met een magische pen, want hoe langer Alex ernaar kijkt, hoe langer de tabs worden. Totdat er plotseling een einde aan komt. Alex voelt een onhoudbare drang om dit tabblad te spelen.
Een verlangen dat hij nog nooit eerder in zijn leven ervaren heeft. Hij pakt zijn gitaar op en verwacht opnieuw een stilte, net zoals enkele minuten geleden. Er staat hem achter een grote verrassing te wachten. Het geluid was nog nooit zo heftig, zo helder en zo strak. Tijdens het lezen van de gitaartabs speelt hij de meest ongelooflijke riff die hij ooit heeft gehoord. Hij heeft geen idee waar deze riff vandaan komt, maar hij speelt door en door. Alex lijkt wel gehypnotiseerd. Terwijl hij speelt, vult de kamer zich met onverklaarbare magie. Wanneer hij het einde van de tab bereikt, begint zijn versterker te trillen. Lexi staat ademloos naar de versterker van Alex. Tot een ongeloof lijkt deze versterker een poort te vormen naar een andere dimensie. Ze turen in een schijnbaar eindeloze ruimte. En langzaam maar zeker lijkt er iets op de tweeling af te komen. Alex, volledig onder de indruk van wat zich voor zijn ogen afspeelt, laat zijn gitaar vallen. Lexi's trillende handen hebben nog maar nauwelijks grip op haar drumstokjes, terwijl ze het mysterieuze wezen steeds dichterbij ziet komen. Wat ze zien is moeilijk te beschrijven. Een mensachtige gedaante, maar een hoofd dat lijkt op een gitaar. De gitaarhals lijkt wel elastisch. Langzaam maar zeker wordt ook een harnas in de vorm van het Horns Up logo zichtbaar. De lucht wordt zwart en de hele kamer wordt donker. Wees niet bang voor mij, zegt het vreemde wezen. Wij zijn Metal Brothers. Hij wendt zich tot Alex. Mijn naam is Piku, the Spirit of Metal en leider van de Metal Dimension. Door de magische gitaartap te spelen, heb je het voor mij mogelijk gemaakt om een poort naar de aarde te openen. Metal Twins, jullie zijn de uitverkorenen. Piku gaat verder terwijl hij naar Alex en Lexi wijst. We moeten jullie favoriete muziekstijl redden. Alles wat metal was, alles wat metal is en alles wat metal zal worden. Ik heb jullie nodig vanwege jullie ongelooflijke creativiteit. Alex en Lexi weten dat er heel wat staat te gebeuren. Maar niets kon hen voorbereiden op datgene wat hen te wachten staat. Onder leiding van Piku stappen ze door de magische poort in de gitaarversterker. Vlak voordat de poort zich sluit, roept Piku: Alex, je hebt je gitaar nodig! Piku kan hem nog net grijpen met zijn elastische gitaarhals. Lexi begrijpt dat ze haar hele drumstel niet kan meenemen, maar vraagt zich af wat haar missie zal zijn. Terwijl onze vrienden zich voorbereiden op een wereld vol magie, nemen ze afscheid van de vertrouwde wereld die we aarde noemen. Na een korte reis door ruimte en tijd wordt de Metal Dimension bereikt. De tweeling is sprakeloos. Ze waren op alles voorbereid, maar wat ze hier zien is met niets te vergelijken. Het prachtige landschap is gevuld met kastelen, draken, demonen, engelen, heksen, helden, monsters, tovenaars en met allerlei wezens die op instrumenten lijken. Sommige dingen zien er onheilspellend uit, maar op de een of andere manier biedt deze planeet een natuurlijke harmonie tussen alle vreemde creaturen. De tweeling ziet iets vreemds. Dat lijkt op wat er met een posters op de muur is gebeurd. Veel bewoners van de Metal Dimension leken niet meer compleet te zijn. Ze leken langzaam te vervagen. Piku wendt zich tot Alex en Lexi. Hij legt uit dat hij in groot gevaar verkeert. Hij vertelt over de magie van deze dimensie en over de prachtige levensvormen. Levensvormen die hun bestaan te danken hebben aan de metalmuzikanten van vele werelden. Waaronder ook de aarde. Elke riff, elke solo, elke zanglijn en elke drumbeat die op aarde is gemaakt, geeft deze dimensie een nieuwe vorm en maakt deze completer. Maar nu wordt de toekomst van de Metal Dimension bedreigd door zijn grootste crimineel. Icepick,
The Imaginator of Evil. IcePick heeft maar één doel. Het leiderschap van Pico overnemen en de geschiedenis van metal veranderen. Hij wil de enige op de posters zijn. Hij wil de metal god zijn die iedereen aanbidt. IcePick is echter niet bereid te oefenen om een betere muzikant te worden. Hij wil maximale roem bereiken op de meest eenvoudige manier mogelijk. Zijn troon, gemaakt van gitaren die hij in gevangenschap houdt, vormt het centrum van zijn kwade plannen. Het opzuigen van de creatieve energie uit de instrumenten geeft IcePick de inspiratie om het gevecht aan te gaan met Pico, zijn aartsvijand. Er wordt gezegd dat sommige van deze gestolen gitaren eigendom waren van de grootste gitaarhelden uit de geschiedenis. Als het aan IcePick ligt, zal hun muziek voor altijd verdwijnen. Omdat hij is gemaakt van magie, kan hij iedere vorm van metalmuziek absorberen. Deze gestolen muziek zal hem genoeg talent opleveren om met zijn gitaar een ultiem monster te creëren. Dit monster zal Pico verslaan en IcePick zal de Metal Dimension gebruiken om van zichzelf een onsterfelijke metal god te maken. IcePick is slechts trouw aan zijn machtige gitaar Shredder Blast. Zonder dit wapen kan hij de gestolen muziek niet omzetten in monsters. Hij zal zijn demonische vriend dan ook koste wat kost beschermen. Maar Shredder Blast heeft zijn eigen verborgen verlangens en raakt steeds meer verslaafd aan macht. Deze combinatie maakt het kwaadaardige duo een nog grotere bedreiging voor Pico. Nu is duidelijk waarom Pico de tweeling nodig heeft. Er is niets creatiever dan de geest van een kind. De talentvolle Alex en Lexi, geïnspireerd door hun muzikale helden, zijn in staat een wezen te creëren dat het monster van IcePick kan evenaren. In de tussentijd is de Metal Dimension vrijwel volledig veranderd in een lege, kale woestenij. Langzaam wordt het duidelijk dat IcePick alle ideeën die ooit zijn geschreven, heeft gestolen. Heroes and villains, get ready to shred. Plotseling horen Pico en Alex een aantal extreem vlammende gitaarsolos van kant op komen. IcePick speelt op Shredder Blast en terwijl hij over de hals raast, komt er een gigantisch beest tot leven. Het monsterlijke creatuur wordt steeds duidelijker zichtbaar. En al snel krijgt het Pico in het vizier. Shredder Blast vuurt onophoudelijk enorme hoeveelheden ijs op het beest af, waardoor het steeds groter wordt. Zijn ijzige materie maakt het voor hem mogelijk om van vorm te veranderen. Zijn lichaam kan elk mogelijk wapen tevoorschijn toveren dat nodig is om Pico te verslaan. Op de rug en schouders van deze groteske ijskolos bewegen zich vreemde wezens voort. Deze afgrijzelijke Claws of Cruelty, schepsels gecreëerd door IcePick, lijken nog het meest op gigantische krabben. Samen vormen ze een leger van pure waanzin, klaar om de Metal Dimension voor altijd te veroveren. De vredelach van IcePick overstemt kort zijn manische gitaarspel. Spottend kijkt hij naar Alex en Lexi. Denk je dat deze kinderen, deze aardbewoners, je kunnen helpen mij te verslaan? Buldert hij. IcePick richt zijn blik op Pico. Hij wijst naar zijn enorme monster en schreeuwt: Berserk! Pico wendt zich tot de tweeling en zegt: Ik heb jullie gekozen vanwege jullie creativiteit. Jullie muziek heeft de meest fantastische wezens op deze planeet tot leven gebracht. Geef alles wat je hebt. Alleen jullie kunnen IcePick's Behemoth of Ice verslaan. Uit de duisternis komt het dreigende geluid van een roedel wolven steeds dichterbij. Het Power Pack, trouwe dienaren van IcePick, staat op het punt deel te nemen aan deze epische veldslag. Onze helden lijken in een hopeloze situatie te zijn terechtgekomen. Lexi voelt zich nu volledig machteloos. Waarom is ze hier? Haar belangrijkste wapen zou haar drumstel zijn geweest. Zonder haar geliefde instrument is ze verloren. Plotseling begint de grond te trillen. Lexi kijkt angstig naar de grote berg die voor haar ligt. Er lijkt
blijkt een enorm dreunend geluid van achter het gebergte te komen. Er volgt een immense knal en de berg splitst zich in tweeën. Lexi kan niet geloven wat ze vervolgens ziet. Een vuurrood wezen, wiens lichaam bestaat uit een magisch drumstel, snelt in volle vaart op haar af op de coolste motor ooit. Dit is mijn beste vriend Tommy en zijn Hi-Hat Brothers, roept Pico. We wonnen samen vele veldslagen, maar deze keer hebben we jullie nodig. De creatie van Tommy is het resultaat van de extreme double bass patronen, gemaakt door metal drummers op aarde. Deze snelle drumpartijen brachten Tommy tot leven en gaven hem zijn vorm. Tijdens verschillende kwesten ontmoette hij vrienden zoals de Hi-Hat Brothers. Samen trekken ze ten strijde tegen het kwaad. In gevechtsmodus bestaat Tommy uit een compleet drumstel dat de volledige controle heeft op alles wat ritmisch is. Tommy spreekt met een diepe stem. We hebben weinig tijd, Lexi. Samen kunnen we de beste metal grooves ooit maken. Gooi alle remmen los en jam met mij mee. Hoewel ze nog steeds trilt van alle spanning, realiseert Lexi zich eindelijk wat haar rol is. Ze moet Tommy gebruiken als haar eigen persoonlijke drumkit. Haar ritmische creativiteit en zijn donderslagen zijn de perfecte match voor het gitaarspel van Alex en Pico. Ze springt op Tommy's rug en begint te drummen. Deze groove zal hun wapen zijn tegen Icepick en zijn Behemoth of Ice. Hun ritmische geweld veroorzaakt kleine aardbevingen. Tommy en Lexi proberen de reus uit balans te brengen. Ondertussen merken Pico en Alex dat ze worden omsingeld door Icepick's Power Pack. Nog niet zo lang geleden had de Metal Dimension zo mooi geleken. Nu is Alex zich vooral bewust van de gevaren binnen dit rijk. De wolven maken zich klaar om aan te vallen. Bereid je voor, schreeuwt Pico. Een felrode gitaar verschijnt in Pico's handen. Zodra hij begint te spelen, lichten de snaren op in een vreemd groen, gloeiend licht. Wanneer de wolven worden geraakt door een magische groene straal, lijken ze zich terug te trekken. Pico knipoogt naar Alex. Alex probeert al zijn moed bij elkaar te rapen. Hij begint te spelen op zijn gitaar, op het ritme van Tommy en Lexi. Hoe sneller hij speelt, hoe helderder de snaren beginnen om te lichten. Tijdens het spelen richt hij zijn wapen op de wolven. Stralen van pure muzikale energie worden afgevuurd op zijn vijanden. De Power Pack geeft zich gewonnen. Hun leider beveelt hen naar de bergen te vluchten. Het enige dat overblijft van een gevaarlijke aanwezigheid is het jammerende gehuil in de verte. Alex realiseert zich dat ze net hun eerste gevecht hebben gewonnen. En Icepick is niet blij. The Behemoth of Ice draait zich om naar Pico en Alex. Tommy en Lexi hebben hem misschien een beetje kunnen afleiden, maar het is duidelijk dat het beest veel te sterk voor hen is. Hij is erop uit om al onze helden te vernietigen. Hij pakt een van de Claws of Cruelty van zijn schouder en plaatst het afgrijzelijke monster voor zich op de grond. Langzaam opent hij zijn vlijmscherpe scharen en rent hij als een bezeten op onze helden af. Alex en Lexi zijn nog nooit zo bang geweest. We moeten samenwerken, schreeuwt Pico. We moeten één worden, net als een band. Alex herinnert zich de woorden van Pico. Elke riff, elke solo, elke zanglijn en elke drumbeat die op aarde is gemaakt, geeft deze dimensie een nieuwe vorm en maakt deze completer. De lucht ziet er dreigend uit. Het begint steeds harder te waaien en dan is er ineens een flits. De magische poort die de tweeling toegang gaf tot deze wereld, wordt getroffen door een bliksemschicht. Het portaal toont nu een reflectie die steeds duidelijker wordt. De poort laat kinderen over de hele wereld zien die muziek maken. Terwijl de mist optrekt, staren onze helden recht in de ogen van degenen die zich bij dit avontuur hebben aangesloten. Onze helden kijken naar jou. Ze beseffen dat ze jou nodig hebben. Jij hebt de kracht om te fantaseren en te creëren.
Ontdek de magie van het maken van muziek en betreed de wereld van Magical Metal. Met jouw werk kunnen onze vrienden de kwaadaardige Icepick in ons volgende verhaal verslaan. Betreed de wereld van Magical Metal en vind je power within.